Kijk. Sil van het Jeugdjournaal. Hé, hey, nou die kennen we. Zullen we het interview beginnen? Nou, ik zeg, let's go. Mag ik door? Doe maar. Stond dus letterlijk in de onderbroek op het toneel. Echte kattenvrouw, ja. Anne Appelo is 33 jaar en geboren in Kampen. Anne is christelijk en gelooft dus in God. God betekent voor mij liefde. Je kan haar kennen als musicalster. Ze speelde onder andere in The Lion King en Bodyguard. Maar ze doet veel meer. Zo presenteert ze Enkeltje Verwegistan, Chica en Ezel Giel. Welkom. Dank je. Nou, dit is dus de kapel. De kapel? Ja, dit was eerst een soort kerk, maar dat wordt nu gebruikt als studio. Ik heb hier Chica opgenomen en ook nog andere programma's. Dus ja, dit is voor mij wel heel bekend terrein. Ja. Ja. Het geloof is voor jou ook bekend terrein. Wat betekent geloven voor jou? Voor mij betekent eigenlijk geloven dat je kan zijn wie je echt bent. En dat maakt mij gewoon rustig en geeft me vertrouwen. En ja, daar heb ik veel aan. Anne, kan je vangen? Oh ja, ja, kom maar. Hoi Anne, hoe ben je presentatrice geworden? Ik speelde eigenlijk eerst in The Lion King, in de musical. Ja. En toen kwam er via Instagram een berichtje binnen. Zou jij misschien auditie willen doen voor Kinderen voor Kinderen als nieuwe presentator? En toen dacht ik, ja. Geweldige Kinderen van Kinderen voor Kinderen met Okido. Naar rechts, stap naar rechts, doe het zo, Okido. Ik moest dan echt mezelf bewijzen als presentatrice. En ik ben gewoon aangenomen. En hoe bevalt het? Nou, goed. Ja, nou, ik vind het leuk van presenteren is dat je zoveel verschillende dingen aan het doen bent. Dus je komt soms bij gezinnen thuis of in een studio. En het is elke keer anders. Doei! Wat is je favoriete programma dat je ooit hebt gepresenteerd? Doei! Oh, doei! Ik heb heel erg genoten van Kinderen voor Kinderen. Maar ik heb ook laatst Chica gepresenteerd. Wij gingen dan vragen beantwoorden. Ja, awkward vragen die misschien niet zo snel gesteld durfden te worden, die gingen wij aanpakken. Zie je als je jezelf ziet in de spiegel? Ik zie gewoon mezelf als ik het altijd zie. Ik denk een beetje met blijheid. Bijvoorbeeld identiteit vond ik heel mooi, omdat je ziet dat iedereen is uniek. En je komt ook uit een verschillende familie of een samenstelling. Je hebt andere dingen meegemaakt en dat vormt je natuurlijk. Raakt dat onderwerpje omdat het misschien jou ook raakt? Ja, heel erg. Ik heb witte zussen en ik zelf ben donker. Mijn moeder is ook gescheiden, dus we werden op een gegeven moment en mijn zussen bij elkaar en mijn moeder. En ja, dat heeft mij ook wel gewoon heel erg gevormd in hoe ik nu ben. Zijn jullie nu zo? Ja, we zijn wel zo, ja. Ja. Van Maarten, wat is leuker, acteren of presenteren? Ik vind het allebei echt te leuk. En ik kan niet zonder het een of zonder het ander. Dus nee, ja, beide. Van Maisa, wat is je favo Kinderen voor Kinderen liedje? In mijn tijd vond ik Lentekriebels heel erg leuk. Van Siempje, honden of katten? Nou, ik ben wel echt een kattenmens. Van Fayen, wat is je favoriete land? Ik vind Italië fantastisch. Het eten, oh, er is altijd lekker zon. Ik ben wel echt verliefd op Italië. Vind je niet een beetje te druk als je zangeres, musicalster bent en prestatrice? Heel eerlijk, ze heeft wel een punt hoor. Ja. Ik ben gewoon iemand die veel verschillende dingen moet doen of wil doen. En dan hoort dit er eigenlijk ook wel gewoon een beetje bij. Het begon misschien wel echt met musicals, hè? Ja, ik weet nog dat ik in The Lion King mocht spelen. Ik weet het nog wel, die opening waar dan al die dieren opkomen en dan kijk je, daar sta je op die rots en dan zie je alles om je heen, alles ademt en leeft. Ja, dat is gewoon een droom die uitkomt. Wat is jouw grootste blunder die je ooit hebt gemaakt? Ja, maar dat is ook een goede vraag voor mij, want ik heb wel blunders. Oh ja? Ja? Oh, lekker. Bijvoorbeeld bij The Lion King. Ik was op de scène aan het spelen en ik denk, hè? Ik hoorde in het publiek zo... Ik denk,
Mijn lap stof, daar had dus, zat een soort scheur in. Dus nee. Die lap stof die hing soort van helemaal open. Nee. Stond dus letterlijk eigenlijk in de onderbroek op het toneel. Oh. Ik kon wel door de grot zakken, maar ik moest ook wel heel hard lachen. Ja. Nee, ja, dit soort dingen... Er gebeurt altijd wel wat met Anne. Er gebeurt wel altijd wat met Anne, ja. Top, Anne. Dankjewel. Dankjewel. Superleuk. Heel leuk.